Velushead met een saus van Cumberland, een klein vleugje albessengelei en een sinaasappel. En daarbij een mooi wildgarnituur van de rode kool, knolselderij en het stoofpietje, alsjeblieft. Mag ik vragen of het wild echt wild is of is het gefokt? Dat is een hele goede vraag nu. Een jager heeft een gebied waar hij jaagt, dat pacht hij vaak. Je bent gewoon in die natuur bezig. Je ziet daar dingen, je geniet daarvan, je schiet daar wel eens wat van. Deels om wat terug te beuren voor je pacht, maar ook een deel om zelf van te consumeren, zelf te eten. Als je het jachtveld instapt, kijk je eerst in de loop of de loop schoon is. Op het moment dat er nog niet gejaagd wordt, is het geweer altijd open, gebroken en dan zitten er geen patronen op. Dat is alleen veilig. En je bent echt aan toe dat je gaat jagen, dan mag het geweer dicht, maar dan staat hij nog op safe. En dan hou je dat geweer dermate veilig, dat dat geweer in een goede veilige richting zit. En dan op het moment, als er wat komt, veiligheidspaal naar voren en dan kun je schieten. Ik heb zojuist een haas geschoten. Een prachtig mooi volle haas, goed in het vlees, mooi dik. Het is een moerhaas, een vrouwelijk haas. We houden dat een beetje in de gaten. Dat het evenwicht ook een beetje, dat je niet te veel moeren schiet. Hè? Want de moeren zorgen toch voor de voortplanting. Maar een mooi stukje wildbraad, prachtig. Het grote wild, dat zijn herten, ook zwijnen. De herten die worden ieder voorjaar geteld. Dan krijgen die jagers daar vergunningen voor. Zodra het stuk geschoten is, dan moet die jager het binnen 24 uur afmelden. Het nummertje van het loodje bij, het gewicht van het hert. En zo moet die jager dat eigenlijk beheren. Dat is de taak van de jager om dat evenwicht een beetje te bewaren. Prachtige houtduif of bosduif. In de zomerperiode zitten ze vaak op het graan. Vaak op een jachtdag, als je maar alert bent, krijg je altijd wel een keer kans om een duif te schieten. Prachtig stukje wildbraad, lekkere duivenbiefstukjes, die bosjes. Supermooi vogeltje. Het kleinwild, daar zijn wel tellingen door de jager zelf, maar daar zijn geen loodjes aan gebonden. Daar is de jager wettelijk verplicht dat hij een goede wildstand in zijn veld heeft. Wat je niet voor eigen consumptie gebruikt. Moet er een keuring op plaatsvinden en daar wordt een kaartje voor hem gevuld. Goedemiddag. Gaat wat wild bij me. Dat is mooi. Een mooie hazen, een mooi verzandje. Wat konijnen, de duifje, van alles wat. Mooi gevarieerd de blootje. Dat kun je goed kwijt. Ja, mooie volle hazen. De jager die levert hier het wild aan. Nou, het wild kan zijn hert, dat kan zijn ree in het seizoen, dat kan zijn verzand, haas. Nou, noem het allemaal maar op. Het wild wordt gekeurd. Het is natuurlijk al in het veld door de jager al gekeurd. Maar dan wordt hier ook nog een keer een extra keuring verricht. Op het moment dat die goed gekeurd is door ons, dan wordt die onthuid. Dan wordt het hert wordt verdeeld. Dan krijg je de bout, je krijgt het ruggedeelte en je krijgt de schouder. Die producten die worden uitgebeend, afgevliest en geportioneerd op het gewicht wat wenselijk is voor onze klant. Alsjeblieft, Velushead.